Wat nog heel belangrijk is, stel je voor dat je wil iets van verschillende materialen maken, dan is het heel moeilijk bijvoorbeeld om als je wil iets van hout maken, om dat een beetje houtachtig te laten eruit zien. Dan ga ik iets proberen van, stel je voor dat we maken hier een, vaak heb je een mooi houten blokje, en dan maken ze een soort van een klok van, maar dat vind ik eigenlijk een beetje saai, dus. Laten we voorstellen dat in ons geval wordt niet alleen maar een soort blokje, maar ik weet niet of dat jullie kijken de kapla blokjes, een soort van houten stukjes waar je van tussen dingen kan bouwen. Ik kan voorstellen dat ik hier heb ik een soort van lamellen achter elkaar. Een beetje interessanter wordt. En dan wil ik dit een beetje houtachtig laten eruit zien. Ja. De eerste wat je kan is, ik raad altijd aan om eerst te proberen in zwart-wit. Dus we gaan met grijs aan de slag. Hier onze 5 is ontsnapt. Dit is onze C5. Zo. Langs de randjes. Beetje volgen. Hoe dit loopt. Dan hier. Zo. Zo. Oké. Dan pak ik een heel lichte tint. Heel lichte grijs tint. 2. Als je hebt 1, misschien nog beter om te beginnen. Dan ga ik hier de voorkant een beetje tint geven, ja? En ik kan een beetje streperig maken, een beetje zo uitsmeren. Dat je wil dat hier donkerder wordt en daar lichter. Anders heb je een heel saaie grijze vlak. Ja, in werkelijkheid heb je ook nooit, ook als je een vlak hebt, dat het licht perfect egaal is aan alle kanten, ja? En eigenlijk. Hier aan de zijkant maken we ook een beetje donkerder, dat we hebben een beetje contrast daartussen. En ja, hier zou dan daartussen donkerder moeten zijn en dan de bovenkant helemaal licht. Ja? En dan gaan we kijken. Ik heb bijvoorbeeld hier een heel lichte, beetje houtachtige kleur. Dus je kan eigenlijk ook inkleuren een beetje achteraf. Dit is dan heel donker. Maar ja, dit zijn de kleuren wat we hebben. Misschien andere nog minder. Hier kan ik een beetje overheen. Hiermee kan ik een beetje. Kleurtje geven. En dan kan ik hier eventueel overheen met de andere. Ik weet niet of dat aan zo'n houtachtige gevoel creëren. Maar eigenlijk, ja, er zijn heel veel oefeningen met heel veel werk. Kun je wel iets creëren wat een beetje van hout lijkt. En wat handig vaak om dat een beetje de kleur een beetje te dempen. Dus ik ga weer een beetje grijs daar overheen zetten. Dat het een beetje minder sterk doorkomt. Ja? Dan ga ik hier de onderkant sowieso nog een keer accentueren. Zo. En dan wat je hier hebt, vaak dat er wordt een soort van lampjes, ledlichtjes, die schijnen door het hout heen. Vaak maken ze de hout heel dun en zet je een flinke ledlamp daarachter, die gaat licht geven door zelfs door een dunne houtlaag heen. En dan kan je iets
daar zo wonderbaarlijk laten ontstaan. Met een of andere heel heftige kleurtje pakken. En dan kan je daarmee een beetje vergelijkbare effect creëren. Maar ja, dit blijft wel een uitdagende iets te zijn. Laten we dat zo. Wat wel veel makkelijker gaat. En daarvoor hebben we een geniale trucje. Als je iets wil, een textuur maken. Wat lijkt bijvoorbeeld op een textiel. Ja? Dus stel je voor dat ik heb hier een ronde apparaat. En ik wil dat het gemaakt is van textiel. Ja? Nou, dan hebben we hier een cirkel. Zoals een textiel van een beeldscherm bijvoorbeeld. En dat de truc wat er wordt toegepast is dat je pakt iets van met een materiaal die een textuur heeft. Dus de beste zijn dit soort gazen. En je hebt verschillende patronen. Die werken allemaal best goed. Maar je kan ook een eventueel echte textiel gebruiken met een beetje grovere structuur. Die werkt even goed. En dan zit je daar onder. En dan druk je hier een potlood tegenaan. Dan ga je zo overheen. En je ziet daar op een wonderbaarlijke manier ontstaan. Zo de textuur. En hier kan je ook dan zeggen, nou dan ga ik hier een beetje harder aandrukken. En hier ook. Wat je wil eigenlijk vaak. Dat je hebt ook daar een beetje lichter en donkerder gedeelte. Dat je dat beter kan zien. Ja, en op die manier heb je een mooie textiel oppervlak. Ja? En dan wat zou ik hier moeten doen? Eigenlijk hier die lijn heb ik verkeerd geaccentueerd. Dan wil je eigenlijk toch dat dit een mooie strakke rand heeft in die richting. Die weer een soort van schaduw daarachter. Dus ik maak het veranderd dat het een bovenaanzicht wordt. Niet iets wat zijn rand staan, maar iets wat zo ligt. Een beetje abstracte schaduw daarachter. En dan even hier neel maken we daarvan. Een beetje opschetsen. Nou, we zullen zien wat het gaat worden. En deze keer heb ik een oranje kleur. Dit wordt dan het is veel beter om heel veel puntjes te zetten. En dan ja, en dan op die manier kan je een apparaat creëren met een textiel oppervlak.